drie Brabantse studenten zijn in Nuenen op zoek naar een locatie voor hun film over de echte Brabander. Alle drie studeren ze aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht en voor twee van hen is het een afstudeerproject. Voor deze film zijn zij onder andere op zoek naar een raadzaal. Al weken zijn Martijn Melis, Juri Dingemans en Rick Vaassen elke dag bezig met de voorbereidingen van de film. Het script hebben zij uiteraard zelf geschreven. Op de computer tekenen zij elke scène volledig uit, zodat zij alles in het kleinste detail kunnen uitwerken. Op een foto worden de acteurs ingetekend en daarna wordt de scène gedraaid. Zij zoeken locaties waar zo min mogelijk aanpassingen moeten gebeuren. Wie weet vinden zij in Nuenen een geschikte locatie. Hier? Ja. Dit is zo'n klooster? Ja, maar er zit ook een raadzaal in. Weet je het zeker? Ja. Zullen we gaan kijken? Right. Goedemiddag. Ik ben op zoek naar de raadzaal. Is die vandaag open? Ja, die is helemaal achterin. Als je door de gang gaat, helemaal op het einde. Oké. Deze raadzaal kan eventueel een rol spelen in hun film Het Goede Leven, waarmee zij willen laten zien dat de Brabander meer is dan zijn zachte G, de liefde voor carnaval en het boerengedrag, zoals het te zien is in de film New Kids. Nou, ik dacht hier zo. Hun film Het Goede Leven wordt een sociaal realistische film in het heden met typische Brabantse taferelen die gaan over verenigingsleven, familie en gemeenschapsgevoel. Bewoners van een fictief dorp worden gevolgd tijdens hun dagelijkse beslommeringen. Vanaf 7 april willen zij met 25 personen, die allemaal gratis meedoen, 10 dagen lang filmopnames maken. Maar voordat met het filmen begonnen kan worden, moeten zij eerst €12.000 bij elkaar zien te krijgen. Een kleine hint, ze zijn nog steeds naastig op zoek naar sponsoren. Kijken hoe het licht valt. De €12.000 zijn nodig voor de huur van apparatuur, studiowerk, onkosten en dergelijke. Behalve geld kan de sponsoring ook bestaan uit het uitlenen van een autobusje, het verzorgen van de catering of leveren van slaapplaatsen. Wat hamies. En dit kunnen we gewoon, die lampjes kunnen vervangen met bulbs. Ja, dat weet ik niet. Moet ik even vragen. Zullen we even zoeken wie hierover gaat? De locatie is goedgekeurd. De film Het Goede Leven. Een realistischere kijk op de Brabander dan de New Kids? Nou, New Kids is een beetje de simpelere vorm van Brabanders. Het is, ik zeg niet, dat, ik ontken niet dat, het, dat typisch Brabanders is. Hoe zij het vertolken, maar het is een beetje een eenzijdig beeld. En wij willen daar een beetje meer dimensie aan geven. We willen het niet veranderen, we willen het beeld wat er nu is verduidelijken. Helaas is nog niet genoeg geld binnengekomen en bestaat de mogelijkheid dat de film niet tot stand komt. Elke sponsor kan op een tegenprestatie rekenen. Zeker voor bedrijven zijn de tegenprestaties heel aantrekkelijk. Wie mee wil helpen dat hun afstudeerproject slaagt en de film over de echte Brabander tot stand kan komen, vindt alle informatie over de sponsoring op hun website www.hetgoedeleven.nl.